Hey kijkers, wat als je weer te leuk kijken naar deze nieuwe video. Ik zit inderdaad nu in vlogstijl, maar ik ga vandaag niet vloggen. Je hebt het waarschijnlijk al gezien aan de titel hier beneden, maar ik ga verschillende soorten slijm testen. Ik heb Piero namelijk een aantal producten gekocht, die ik ga uitproberen met jullie. Ja, putty en slijm is het eigenlijk, dus het is eigenlijk allebei. Het zijn de dingen die ik heb. Alle slijm die ik hier heb is van de Action. Ik weet alleen niet meer wat de prijzen was. En ik ga ze gewoon lekker uitpakken. Ik zet mijn camera op de statief hier. En dan zien jullie het betere beeld ervan. Nou jongens, daar ben ik weer. Nu heb ik de spullen gewoon echt recht voor me liggen. Ik moest eventjes moeite doen om mijn camera goed te perfectioneren. Nou, ik heb 5 verschillende soorten slijm en putty. Eigenlijk allebei door elkaar heen. We beginnen met de klassieke. Dat is de toilet putty. We gaan deze even aan de kant leggen. Ik heb hem weer met mijn voet kunnen pakken. Maar we gaan deze even de rest allemaal aan de kant leggen. Oh, als je trouwens een soort geknabbel hoort op de achtergrond, dan klopt dat. Er is een hond met zijn bordje aan het, op zijn bordje aan het kouwen. Onze Haley. Ik maak hem open en deze is best wel goor eigenlijk. Hij is vies. Eeuw. Hij is niet echt bepaald schoon meer of zo. Nou ja, voor die paar centen van de Action. Het is nog best wel veel slijm. En ik heb nog nooit eerder een slijmvideo opgenomen. Ik heb ook niet echt veel met slijm gedaan. Maar ik ben van plan om nog een slijmmaakvideo te maken voor jullie. Maar ik weet niet of dat nog in trek is, slijmvideo's. Nou, het is in ieder geval lekker stretchy. Hij plakt wel een beetje, maar niet heel erg. Maar ik kan er ook scheetgeluiden nog mee maken, net zoals vroeger. Laten we eens proberen. Ja, we kunnen er nog wel een beetje poepgeluidjes mee maken ook. Oké. Deze slijm is goed gekeurd voor mijn part. We gaan op naar de volgende slijm. En het is eigenlijk een putty. Het is een Adventure Super Stretchy Putty. We gaan hem openmaken en kijken hoe deze is. Het ziet er een beetje als klei uit, maar hij voelt wel zacht en fluffy aan. Even kijken of ik allemaal alles eruit kan halen. Het is een beetje kleiachtig. Nou, ik krijg niet alles eruit, ik vind dit goed. Maar het voelt heel licht aan. Het blijft alleen onder je nagels zitten. Dat is wel minder. Maar het moet kunnen stuiteren omdat het putty is. Nou, dat kan ik niet nog een keer voor elkaar krijgen. Het stuitert inderdaad best wel. Stretchy, ja, je kan niet echt lekker uitstretchen, want het is putty. Maar het heeft wel een dingetje, ja, het is wel fijn om ermee te spelen met deze. Nou, ik geef het een half duimpje. Ja, het is niet zo heel goed. Het is ook niet heel slecht. Het vervelende is gewoon dat het onder je nagels blijft zitten. En dat je niet alles uit het bakje kan halen in één keer. Ik ga deze weer terug doen en dan gaan we op naar de volgende slijm of putty. En de volgende is de Disney Princess Butter Putty. Dat is ook putty dus. We gaan het gewoon uitproberen, kijken hoe deze aanvoelt. Oké. Okay. Ziet er net zo uit als bij de Super Adventures Putty. Oeh, maar deze is wel heel droog.
weet niet eens of ik deze eruit ga krijgen. Nou, het breekt gewoon af. Het voelt hartstikke droog aan. En je krijgt met geen mogelijkheid uit het bakje. Ja, ik ga deze slijm dus niet nog een keer kopen. Dus en gooi maar weg. Slijm, buddy. Dus deze krijg ik gewoon van mijn dikke onvoldoende. Gaan we naar de volgende. En dat is de Diamond Putty. En ik heb een roze paarse gekozen. En dit ook wit glitter. Dus we gaan even deze testen. Hij zit in ieder geval wel goed verpakt. Dus dat is zo'n voordeel. Zo. Gaan we hem even openmaken. Daar zijn we weer. Dat was eventjes een kleine knip. Want ik kreeg hem niet open. Dus ik heb even mijn schoonmoeder gevraagd of hij hem open wilde maken. Dat was de hond. En hij is eindelijk open. Het duurde wel even. Want ja, we kregen hem allebei niet open. En nu ga ik het gewoon uittesten. Ik ga hem gewoon eerst even uit zijn doosje halen helemaal. Het is met glitters. Het is best wel stretchy. Breekt ook wel af een beetje. Ik zal die eventjes een beetje aan de kant zetten dat hij niet op de grond valt. Want we hebben hier dieren lopen. Het is niet echt handig als de dieren dit gaan eten. Maar deze is wel fijn op zich. Ook best wel mooi. Voelt lekker aan. Hij plakt niet. En het is nog best wel mooi stretchy en lekker doorzichtig. En die hartjes zijn echt super leuk. Hartjes confetti. Dus ja. Ja, ik vind het een lekker slijmpje. Ik, wat is dat nou weer? Ja, geen idee. Volgens mij hoort het er helemaal niet in. Nou ja. Kan het er wel uit? Ik geef het een goed. Dus de Diamond is een goede slijm van de Action, vind ik. Ga ik de slijm weer terug doen in zijn bakje. Zo. En dan gaan we alweer naar de laatste slijm. De laatste slijm heb ik expres bewaard. Dus dit is Putty. Het is niet echt slijm. Maar ik heb deze expres gebruikt omdat het enigste roze is. Dus die gaan we maar even openen. Hij is wel heel leuk trouwens, die effect hier langs de slijm. Putty, slijm. Nou, we maken hem open. Hij is wel lekker fel roze, dat is een voordeel. Hij voelt... Ja. Het voelt wel als slijm, laat ik het zo zeggen. Je kan niet echt... Ja, je kan wel uittrekken. Het breekt niet heel snel, zie ik. Hij glijdt meer tussen mijn vingers vandaan dan dat hij echt breekt of zo. Maar bij elkaar krijgen is best wel lastig, merk ik. Misschien kan hij nog wel een beetje stuiteren. Nee, deze kan dus niet stuiteren. Deze putty.
Nee, ik vind het meer slijm dan putty. En ik vind dat die, hoe echt die plakt, vind ik, niet, vind ik fijn dat hij niet aan je handen plakt, maar hij bindt niet meer goed, zeg maar, bij elkaar. Dus als je hem eenmaal uit elkaar hebt gereden, dat je hem dan niet heel makkelijk bij elkaar krijgt. Dat is wel een nadeel van deze slijm. Maar daarentegen, het is wel een mooie kleur. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te liken. Doe eventjes een abonneren hier beneden. Vergeet natuurlijk niet op het belletje te klikken. En dan zie ik je gewoon bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Laters!